Strijd. 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 Oh God, laat het nou maar voorbij gaan. Ik wil hier liever blijven. En op een gegeven moment wordt er geschreeuw eigenlijk. Niet aan de deur geklopt, maar geschreeuw zo van de deur uit, allemaal het huis uit. Strijd. Nou, dat zijn pittige quotes die ik daar even hoor, Colu. Nou, inderdaad. Dit en nog veel meer komen vandaag aan bod in deze aflevering van Strijd. Welkom, ik ben Colu en ik zit hier zoals elke week met Nout. Ja, inderdaad. Ik wil graag eventjes beginnen met een misverstand dat veel mensen hebben. Namelijk dat wanneer een oorlog gestreden is, dat de strijd dan ook gestreden is, als je begrijpt wat ik bedoel. Vandaag in de uitzending hebben we in ieder geval twee verhalen van twee personen die ook na de oorlog nog een heuse strijd gestreden hebben. Nou, dat belooft in ieder geval wat te worden. We beginnen eerst, zoals elke week, met Kakelpraat. Ik geef het woord aan onze verslaggevers Katelijne en Eline. Ja, Colu en Nout, dankjewel. Wij presenteren weer een nieuwe aflevering van Kakelpraat en dit keer vanuit Zwolle. En wij zijn heel benieuwd wat de Zwollenaren hebben met ons thema strijd. En daarom vroegen wij, wat is de strijd die u als laatst gestreden heeft? De strijd tussen school en werk na school. Ik doe dingen in de journalistiek na school, maar daardoor haal ik mijn deadlines op school niet. Nou, ik moest vandaag fietsen met een hele zware tas en toen ben ik 3 keer bijna van mijn fiets gevallen. Ik heb 18 jaar bij V&D gewerkt. Tegenwoordig zijn de winkels na 6 uur los, maar dat was in het verleden was dat niet zo. En toen had ik met nog een paar anderen hebben wij een demonstratie georganiseerd tegen de verruiming van de winkelsluiting. En toen had ik zo'n man of 50 had ik toen op straat staan. En op een gegeven moment komt er een vrachtwagen die komt daar en die haalt daar een statief uit voor een filmcamera. En toen stonden er nog 10 mensen op de straat, want ze waren bang dat ze op de film kwamen. Nou, ik kom natuurlijk heel ongeloofwaardig. Ik heb net een uitsmijter besteld, maar mijn grote strijd is wel dat ik graag wat 10 kilo wel kwijt zou willen. Ik vind dat ik 10 kilo te veel weeg. Ja, ik strijd best wel vaak tegen de klok. Ik voel momenteel strijd tegen mijn ziekte om dit te genezen. Ik hoop woensdag daar positieve reacties over te krijgen van de artsen. De strijd die ik als laatste gestreden heb is de wijze waarop ik gisteren mijn tuin heb proberen winterklaar te maken. De druif was exorbitant snel gegroeid, zodat de druiven trossen die hingen er weliswaar aan. Dat viel er nog mee, maar de bladeren van de druiven en de hele takken die waren overal ingezitten in de boom. In de struiken en het was voor mij een helft job om dat überhaupt klaar te krijgen. Dan heb ik natuurlijk zo de bladeren die vallen van de boom. Het is weer de tijd. En elk blad dat van de boom valt betekent voor mij een stukje strijd. Ja, en daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering Kakelpraat. En ik ben toch wel heel erg benieuwd geworden. Katelijne, heb jij niet een strijd? Ja, ik ben op dit moment aan het strijden voor een hele mooie radio-uitzending. En nu ik het daarover heb, terug naar de studio. Nou, Katelijne, dankjewel. We zullen ons best doen. Ja, het zijn het een leuke dames, hè, die twee. Nou. Trouwens, net te binnen, volgende week in onze tv-uitzending hebben we Jen Weerman. Zij overleefde een volkerenmoord in Cambodja. Ja, in 1975 kreeg dictator Pol Pot met zijn communistische Rode Khmer Cambodja in handen. Hij vermoordde naar schatting bijna 2 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. Ja, en bij ons in de uitzending zit inmiddels Ina Kerkdijk. Ina woonde van 1994 tot 1997 in Cambodja. En destijds werkte ze voor een ontwikkelingsorganisatie die onder andere Cambodjaanse vluchtelingen begeleidde om hun leven na het conflict weer op de rails te krijgen. Ina, waarom heb je besloten om naar Cambodja te gaan? Ik ben opgeleid als tropisch landbouwkundige. En van jongs af aan had ik al interesse om ontwikkelingswerk te gaan doen. En samen met mijn man hebben we gesolliciteerd en kregen we een baan in Cambodja. Oké. Dus u heeft er niet specifiek voor gekozen voor Cambodja? Het was... Nee, niet specifiek voor Cambodja. Daar was gewoon een baan. En het leek ons wel een heel boeiend land. En ook dachten we van, daar is gewoon veel werk te doen. Ja. Maar die Rode Khmer was na de oorlog nog wel actief. Vond u dat niet eng, dat idee, dat u daar dan toch naartoe ging?
Wij hadden van tevoren niet gedacht dat er nog zoveel Rode Khmer zou zijn eigenlijk. Dus we hadden van tevoren niet bedacht dat het nog ook wel onveilig zou zijn. Dus u kwam daar aan in Cambodja. Ja. Kunt u zich nog herinneren wanneer het eerste moment was dat u zich opeens besefte van... hey, het is hier nog best wel gevaarlijk. Misschien dat ik... Ja, wanneer was dat? Ja, dat was al vrij snel, want wij in de hoofdstad... merkten we wel dat er nog na de oorlog, zeg maar... of tenminste, er waren verkiezingen geweest in 92, als ik het goed heb, of 91. Dus wij waren vrij snel daarna gekomen, begin 94. De vredesmissie van de UN was er nog net nog, zeg maar. Die waren grotendeels al wel weg. Mm-hmm. En er waren heel veel wapens in omloop. Dus ook er was veel leger op straat, veel politie op straat, heel veel wapens. Ook particulieren hadden wapens. Dus dat viel ons al meteen op. En zodra wij naar het platteland gingen, naar de werkgebieden waar wij zouden gaan werken... merkten we al heel snel, binnen een week of zo, dat het daar helemaal nog geen vrede was... En dat werd ons ook verteld door de autoriteiten... dat er gewoon nog Rode Khmer in de omliggende gebieden... In de bergen en in de bossen rondom dat gebied nog gewoon aanwezig waren. En hoe merkte u dat dan precies, dat het nog onveilig was? Waar merkte u dat aan? Nou, wat ik al zei, er waren veel wapens in omloop. Wij hoorden dus van de autoriteiten van... er zijn nog steeds Rode Khmer mensen in de bergen. En wij moesten ook altijd als hulporganisatie met een witte vlag oprijden... als we het gebied ingingen om naar de dorpen te gaan. En toen werd ons op een gegeven moment ook verteld van... de Rode Khmer weet heel goed dat jullie hier ook zijn als hulpverleners. Dus blijf voorzichtig en blijf met die witte vlag oprijden en... Smiddags moesten we ook het gebied weer uit, omdat dan de Rode Khmer zeg maar weer controle nam over het gebied. Ja. En bijvoorbeeld er werden dan 's avonds ook landmijnen gelegd door het leger, zodat de Rode Khmer dan niet in de dorp kon komen als een soort als een schild als het als ware. Als een schild, ja. Ja. Ja, want u heeft daar hulp verleend. Dat is natuurlijk een heel erg breed begrip. U bent als landbouwdeskundige heen gegaan. Ja. Heeft u daar uiteindelijk ook alleen mensen tips gegeven over hoe ze hun rijst moesten zaaien? Of is uw ontwikkelingswerk ook op andere vlakken? Nou, wij hadden een geïntegreerd programma. Dat was op het gebied van gezondheidszorg, landbouw en onderwijs. En het was dus eigenlijk ontwikkeling van de hele dorpsgemeenschappen, zeg maar. Mm-hmm. Dus het was wel veel breder dan landbouw. Dit item gaat ook over strijd. Mensen hadden oorlog meegemaakt. En door ze te organiseren en ze in groepen te laten werken aan projecten... was er ook een meer effect, zeg maar, door ze ook... samen te laten werken en samen te laten komen in groepen. En zelf heb ik bijvoorbeeld met vrouwengroepen gewerkt. En dan deden we bijvoorbeeld tuinbouw. En door ze bij elkaar te brengen, hadden ze ook een soort, kregen ze een soort saamhorigheidsgevoel. En dat was ook na de verwerking van alle oorlogsverleden, was dat ook, merkten we dat dat ook heel goed was om zo mensen bij elkaar te brengen. Ja, ja. Ja, want ik vroeg me af, van ja, u reed vaak rond met een witte vlag en de Rode Khmer was constant wel aanwezig. Heeft het ook geleid tot een soort van confrontatie? Heeft u echt ook echt angst uitgestaan dat u dacht van dit zou wel eens mis kunnen gaan? Is er zo'n moment geweest? Eén keer hebben we wel echt ook de Rode Khmer op in de hoofdstad van de provincie gezien, echt op de markt. En toen viel iedereen, van onze Cambodjaanse staf, viel ook echt allemaal wel stil. Ze schrokken enorm. Maar er gebeurde verder niks. Mm-hmm. Zij waren gewoon een auto aan het inladen en te bevoorraden. Er zijn andere momenten geweest waar ik wel heel bang ben geweest. Maar dat had vooral te maken met al die wapens die er waren. Dus mensen waren soms of doorgedraaid door de oorlog. Mm-hmm. Dus echt gek geworden. Waardoor ze zomaar konden gaan schieten. Ja. Of soms werd er ook of ze waren dronken. Oh. En dus wapens, dat is geen leuke combinatie, lijkt me zo. Nee. Dus onze auto is zelfs aangehouden door een dronken iemand met een machinegeweer. En dan... Dan slaat je hart wel even over. Ja, maar
gelukkig uiteindelijk bleef het alleen bij angst en bij dreiging die uiteindelijk niet echt concreet is geworden, begrijp ik. Ja. Nou, ik ben in ieder geval blij dat u hier zo heeft willen komen en even willen vertellen hierover. Voor de luisteraar, wilt u meer horen of zien? Dan kunt u volgende week uiteraard kijken naar onze televisieuitzending van Strijd. Wat kunt u dan verwachten? Nou, onder andere dit. En op een gegeven moment wordt er geschreeuw eigenlijk. Niet aan de deur geklopt, maar geschreeuw zo van de deur uit. Allemaal het huis uit. Strijd! Muziek is een van de krachtigste manieren om herinneringen op te wekken. Daarom hebben wij onze luisteraars vorige week gevraagd... welke muziek roept bij u een speciale herinnering op? We hebben honderden reacties ontvangen en uiteindelijk hebben we de herinnering van Joke Bauma, een van onze trouwste luisteraars, uitgekozen. Zij stuurde de volgende mail. Ja, dit is de mail van Joke Bauma. Ik weet het nog goed, die goede oude tijd. Mijn moeder aan het koken en mijn vader die las de krant. Ineens kwam op de radio het nummer Wie is Loesje van de Ramblers voorbij. Mijn moeder pakte mijn vader bij de hand en het nummer bleek de start voor een heuse danspartij. Jaap, zei mijn moeder. Op dit nummer hebben wij elkaar voor het eerst leren kennen. Vandaar dat dit nummer verbonden is met een mooie herinnering. Mijn vader en moeder dansen door de keuken. Strijd! En nu we het toch over herinneringen hebben. Wat gebeurde er vandaag eigenlijk in het verleden? Wij gaan even terug in de tijd met Oud Nieuws Herleefd. Oud Nieuws Herleefd. Jawel, 10 oktober. We trappen af in 1955. Toen vond namelijk een tramstaking plaats in Amsterdam. Weet u het nog? Hier is Amsterdam, luisteraars. Het gezellige pingelgeluid en het gepiep van de Amsterdamse tram worden ook vandaag in de hoofdstad niet gehoord, of althans bijna niet. Ondanks het feit dat burgemeester Dailly vanmorgen in alle vroegte in enkele tramremises, onder meer de remise Havenstraat en de Kromme Meidrechtstraat, het stakende trampersoneel heeft toegesproken en de stakers heeft opgeroepen het werk te hervatten, rijden op dit moment nog slechts enkele trams door Amsterdam. Wat ook vandaag gebeurde in 1913 was het openen van het Panamakanaal. Het Panamakanaal groeide uit tot een van de belangrijkste aders voor handel tussen de Caribische Zee en de Grote Oceaan. 10 oktober 1933 werd ook het eerste synthetische wasmiddel Dreft op de markt gebracht. Tegenwoordig een onmisbaar wasmiddel in alle Nederlandse huishoudens. In 1943 werd Enschede op 10 oktober gebombardeerd. Amerikaanse bommenwerpers hadden het voorzien op vliegveld Twente. Strijd! Ja, de Tweede Wereldoorlog was dat. En nu we het toch hebben over de Tweede Wereldoorlog. Aan de lijn hangt Geert Veldstra. Geert Veldstra is historicus en gaat ons het een en ander vertellen over de emigratiestroom na de Tweede Wereldoorlog. Dus Nederlanders die Nederland verlieten en naar een ander land gingen. Geert, emigratie naar de Tweede Wereldoorlog was geen vreemd gegeven. Wat spoorde mensen aan om te emigreren? Nou, mensen die gingen vooral weg vanuit economische motieven. Nederland lag eigenlijk in puin na de Tweede Wereldoorlog. En de mensen die verdienden toen niet zoveel. Ze moesten het land eigenlijk echt opbouwen. En nou ja, toen er waren verschillende bureaus die adverteerden met emigratie. Wat ik op zich een beetje apart vind, Nederland lag in puin. Je zou dan denken dat er ook veel werkgelegenheid was in Nederland. Dus dat zou op zich geen reden hoeven zijn voor mensen om te emigreren, zou je zeggen, toch? Nee, maar wel de economische motieven dat er, bijvoorbeeld bedrijven waren verwoest, die moesten het allemaal weer opnieuw opbouwen. Mensen hadden niet veel geld meer naar de oorlog en zij hoorden dan verhalen uit Canada of Australië waar het wel heel goed ging. En die dus ook minder gevolgen hadden, negatieve gevolgen van de oorlog dan Nederland. En daardoor dachten ze dat ze daar betere kansen hadden om een goed leven op te bouwen. Maar waarom emigreerden Nederlanders dan eigenlijk juist naar landen zoals Canada of Australië? Waarom gingen ze niet ergens anders heen? Nou, dat waren landen die in die tijd nog heel veel onontgonden gebieden hadden. Bijvoorbeeld Canada werd pas echt een groot deel bevolkt aan het einde van de 19e eeuw. Er is toch heel veel land om te worden ontgonnen door de boeren. Dus er waren volop kansen in die landen. En vooral deze landen die wilden ook heel graag emigranten uit West-Europa hebben. Dus die waren ook blij met mensen uit bijvoorbeeld Nederland of Frankrijk of Engeland. Ja, er was dus in ieder geval veel vraag naar gastarbeiders vanuit onder andere Canada. Hoe waren de leefomstandigheden voor de emigranten vanuit Nederland die bijvoorbeeld terechtkwamen in Canada?
als ze daar aankwamen, dan moesten ze eigenlijk hun leven daar helemaal opnieuw opbouwen. Wat je vaak zag is dat ze met een, bijvoorbeeld een boerengezin die daar aankwam, het hele gezin eerst dag en nacht moesten werken om veel geld te kunnen verdienen om uiteindelijk zelf een leven op te bouwen, want ze hadden in het begin niet zoveel. Mm-hmm. En dan kwam er dan op neer dat we overdag helpen bij een grote boer in Canada en s'avonds nog bijvoorbeeld bij de post aan het werk of andere dingen, waardoor, nou, dat was in het begin dus echt heel hard werken. Wonen ze vaak ook bij elkaar in een klein huis. Sommige mensen die moesten zelfs in een schuur wonen, bij het vee. Oh. Dus in het begin waren de levensomstandigheden niet heel goed. Maar er waren wel volop mogelijkheden om geld te verdienen. En waardoor ze uiteindelijk door hard te werken uiteindelijk zelf soms zelf een boerenbedrijf konden beginnen. En uiteindelijk ook welvarend konden worden. Ja. Oké. Okay. Ja, wat ik me zelf ook een beetje afvraag. Er is ja, de afgelopen jaren in Nederland natuurlijk veel te doen over emigranten. Het is nogal een pijnlijk onderwerp soms. Hoe werden Nederlanders in die landen ontvangen door, laat maar zeggen, de maatschappij? Werden ze een beetje met de nek aangekeken als dat zijn buitenlanders? Of ging het allemaal wel soepel? Hoe verliep dat? Nou, dat ging op zich wel soepel. Als je bijvoorbeeld naar Canada ging, daar was men vrij, redelijk vrij met regels. En je had daar bijvoorbeeld ook Nederlanders die al eerder daar naartoe geëmigreerd waren. En die stelden goede verhalen naar Nederlanders hier vandaan. Mm-hmm. En de meeste Nederlanders die trokken dan ook naar plekken waar al andere Nederlanders waren. Waardoor je een soort van Nederlandse enclave kreeg. Ja. En, waar ze ook hun eigen kijkzichten waren in de eerste jaren ook nog gewoon in het Nederlands gepreekt werd. En dat mocht er allemaal in principe wel. En Nederlanders die stonden wel bekend omdat ze hard werkten. En daardoor waren veel Canadezen daar bijvoorbeeld ook wel blij mee. En zij pasten zich ook wel aan qua taal. Er werd binnen huis wel Nederlands gesproken, maar de kinderen die gingen naar school en die leerden wel Engels. En de ouderen die namen dat dan uiteindelijk ook wel over. Ja, er was dus in ieder geval sprake van een soepele integratie. In het kort, kunt u vertellen waarom Nederlanders uiteindelijk toch besloten om dan weer terug te komen naar het vaderland? Het gaat niet om. Er zijn natuurlijk ook wel heel veel gebleven daar. Maar een aantal Nederlanders zijn toch weer teruggegaan. En dat gaat dan vooral om landen als bijvoorbeeld Brazilië of Australië, waar ook veel Nederlanders toegegaan zijn. Dat had er ook mee te maken dat het weer anders was. Men is hier in Nederland seizoenen gewend die ze daar bijvoorbeeld niet hebben. En een stukje heimwee heeft er ook wel mee te maken. Ja, toen precies. Want zoals het klokje thuis tikt, tikt het immers nergens, toch Geert? Ja, dat klopt. En kijk, in de tijd dat zij weggingen, dan was het hier economisch niet zo goed. Maar 20 jaar later, in de jaren 60, 70, ging het hier in Nederland ook heel goed. Er waren ook best wel immigranten bij die toen dachten van ja, eigenlijk gaat het nu hier in Nederland ook niet zo slecht. Dan hadden we misschien niet eens hoeven te emigreren. Nee, precies. En zo is uiteindelijk de cirkel toch rond. Geert, in ieder geval bedankt voor je tijd en voor je verhaal. We zijn allemaal weer even iets wijzer geworden over de Nederlandse immigratiestroom, waar toch veel mensen niet zoveel over weten. Volgende week trouwens gaan we in onze tv-uitzending dieper in op een persoonlijk verhaal van Willem Steenkus. En hier alvast een kort voorproefje. Was wel, ik dacht, oh god, laat het nou maar voorbij gaan. Ik wil hier liever blijven. Ik was gehecht, mijn vrienden, vriendinnen. Ik had hier alles. Strijd! Ja, we zeiden het zojuist al. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Want laten we eerlijk zijn, er gaat niks boven oer-Hollandse stampot. En dit brengt ons bij onze eigen oer-Hollandse krullenbol, Lisanne. Die ook deze week kosten nog moeite heeft gespaard om onze luisteraars een mooie column te laten horen. Lisanne, take it away. Strijden. We doen het allemaal. We strijden om te overleven. Overleven. Wat is overleven een raar woord? Alsof je het leven over kunt doen, of zo. Terwijl wij allemaal weten dat dat niet kan. Dat weet jij, dat weet ik, dat weten wij. Het verleden blijft bij je, hangt ergens achter je. En de toekomst ligt voor je, hoe je het ook bent of keert. Toch lijkt het te kunnen je leven overdoen. Anders zou het woord overleven niet bestaan. Misschien dat je op een bepaald moment dingen anders probeert te doen. Dat je spijt hebt, dat je het moeilijk hebt of verandering wil. Dat je een andere invulling wilt geven aan je leven. Dat je strijdt om te overleven. Maar overleven gaat niet over het indrukken van een resetknop en weer helemaal opnieuw beginnen.
Overleven is vechten. Vechtend strijden voor een nieuwe kans om vervolgens door te gaan. En daarna doe je het over. Het leven. Misschien dat je moet leven voordat je iets over kunt doen. Overleven, dat gaat overleven. Het hoort erbij. Vechten, doorgaan en overdoen. Overleven. Nou, dat zijn mooie woorden om de aflevering mee af te sluiten. Lisanne, dankjewel. En terwijl u thuis of in de auto bijkomt van deze aflevering van Strijd, zit het er voor ons helaas alweer op. Nog niet moe gestreden? Kijk dan op onze website www.journalistiekzwolle.nl. Ja, maar dat is nog niet alles, want wij zetten onze strijd gewoon voort op de beeldbuis met persoonlijke verhalen. Want onthoud, zonder strijd geen overwinning. Strijd. 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 Strijd.